Ciao, Atuti. Zo, het is lekker weer, dus ik ben eventjes lekker met Sarah aan het lopen. En ik dacht van nou, dat is gelijk een goede gelegenheid om eens even te vertellen waarom we eigenlijk nou voor Umbrië gekozen hebben. Kijk, daar gaat zij. Even lekker zwemmen. inmiddels is Ronnie nu een week al in Italië voor zijn timmerwerk. Hij zei. En ik moet wel zeggen, ja, het is toch wel vreemd zo eventjes alleen. En heel veel respect voor mensen die dat echt heel vaak moeten doen voor hun werk, dat ze zo lang zonder elkaar zijn. Want het is toch best wel even een dingetje. Ik moet er wel heel erg aan wennen. Maar gelukkig volgende week vertrek ik ook naar Italië. Dus het duurt niet zo heel lang meer voordat ik weer die kant ook opgaat en dat ik hem weer zie. Dus maar in die tussentijd dacht ik, ik zal eens eventjes vertellen waarom we nou eigenlijk in Umbrië uit zijn gekomen. Een paar jaar geleden zijn we op vakantie geweest in Volterra. Dat ligt nog onder Rome in Frosinone. En toen zijn we eigenlijk op slag verliefd geworden op het land. De omgeving was prachtig, maar het was wel 1800 kilometer rijden. En toen hebben wij ook gezegd van dat vinden we echt wel te ver. Vorig jaar zijn we in Ambra geweest, dat is in Toscane. Vonden we wel heel leuk, veel te doen ook vooral, maar de omgeving was wel qua natuur een beetje eentonig waar we zaten dan hoor. Dat is niet in heel Toscane natuurlijk, maar waar wij zaten op dat moment was wel erg eentonig, vonden wij dan. Vervolgens zijn we een dagje in Venetië geweest. Nou ja, goed, daar heb je niet het landschap en de natuur zoals je dat in de rest van Italië hebt natuurlijk, want ja, dat was eigenlijk voor ons een beetje wat we gewend waren hier in Zeeland. Gewoon veel water en alles wel vlak. Maar het was wel onwijs leuk om dat een keertje mee te maken. En we hebben dan, daarna zijn we doorgereisd naar Mori. Dat is een plaatsje vlakbij het Gardameer. Heel erg mooi daar zo. Maar verschrikkelijk toeristisch. Dus toen hebben wij ook gezegd van dit is echt wel zoiets wat we zoeken. Alleen het toeristische, ja, is heel raar dat wij dat dan zeggen. Voor iemand die een kleine B&B wil gaan beginnen. Maar het was ons te toeristisch. Dus we wilden echt iets zoeken wat echt authentiek Italië is. De rust, de natuur. Maar toch ook de plaatsen waarbij je iets wil gaan kan ondernemen. Dus uiteindelijk zijn we gaan zoeken en hebben gezegd niet verder dan 1500 kilometer. Van Nederland vandaan, want dat is gewoon goed aan te rijden. Dus uiteindelijk zijn we gaan zoeken, nou ja, is Noord-Italië, is heel leuk, maar ook verschrikkelijk duur om iets te kunnen kopen. En toch ook inderdaad wel te druk, te toeristisch. En ja, uiteindelijk moeten wij er ook wel zelf wonen. Dus het is wel heel gunstig als het erg toeristisch is. Maar als je er zelf woont en je vindt het eigenlijk net allemaal te druk, is ook niet echt de bedoeling natuurlijk. Dus zijn we verder gaan zoeken. Toen zijn we uiteindelijk op een heel leuk huisje terechtgekomen in Poggio Morico. Zijn we ook geweest. Hebben we ook een bod op uitgebracht. Maar het liep gewoon niet zoals het moest. Een beetje ik vertrek of het roer om verhaal. Uiteindelijk is dat het huis gewoon nog niet geworden. En hebben we zelf gezegd van we gaan verder zoeken. Dus uiteindelijk zijn we verder gaan zoeken. Maar we wisten eigenlijk wel al dat we graag richting Umbrië wilden. We waren al in Perugia geweest, een onwijs leuke stad. We hebben de dorpjes daaromheen allemaal een beetje leren kennen. Toen hadden we wel zoiets van, we gaan echt in Umbrië zoeken. En uiteindelijk hoefden we niet zo heel lang te zoeken. En zijn we bij dit fantastische landhuis terechtgekomen die we nu gekocht hebben. En daar hebben we gewoon onwijs geluk mee gehad. Want we zitten daar verschrikkelijk gunstig. Vlak bij Toscane, vlak bij Marken. Dus dat zijn echt wel gewoon hele mooie regio's om te gaan ontdekken. Ook voor onze gasten. Het is wel wat toeristisch, maar je kan ook de rust opzoeken. En dat vinden we zo belangrijk. Je hoeft niet platgelopen te worden door de toeristen. Je kan nog echt even genieten van het authentieke Italië. Met de leuke kleine restaurantjes, de kleine dorpjes. En dat is eigenlijk wel voor ons wat heel belangrijk was. En ook voor onszelf. Dus vandaar dat wij dan hier terecht zijn gekomen. Nou, ik ga weer even verder lopen met Saar.
En dan zou ik zeggen, geniet allemaal van een mooie dag. En tot de volgende keer. Ciao!